Je kijkt naar de Young One. Op RTL 4 de nieuwste snufjes in Trendies. Nu op RTL 5 kan je afreizen naar Star Trek Deep Space Nine. En bij Veronica krijg je weer een lading intriges, romances en geflopte relaties in Beverly Hills en Melrose Place. Dus zorg dat je er klaar voor zit na de reclame. Bijzonder record. Gijs Staverman verbaast je. Ja. Engelsen. Met bizarre shots uit de hele wereld. Dans met dieren. Vreemd of gewoon gek. Gijs bekijkt het allemaal samen met zijn gast. Woensdag om 8:30. Hot Shots. Bij Veronica. Alsof hij bezeten is door geesten, beleeft zoon Kees een vreemd nachtje met vreemde gevolgen. Jij vannacht uitgespookt. Er gebeuren mysterieuze dingen in Huize Vlodder. En vooral Johnny heeft daar problemen mee. Kees, jij luistert tenminste naar je moeder. Kunnen ze iemand als jou wel gebruiken binnen de organisatie? Weet u dat nou echt? Jou niet. Johnny, houd dus mee op. Oh, machtig met de fans, hè? Kees? Door onverklaarbare machten is Kees veranderd in een echte held. Morgenavond in Vlodder. Eindelijk is het zover. De nieuwe cd van DJ Jurgen. Alleen de allernieuwste trance-hits. Gemixt door de meester zelf. Met zijn nieuwste hit, Higher and Higher. De nieuwe cd van DJ Jurgen. Bij IDNT. Near forever we will always be together. Young One. Vorige week in Onderweg naar Morgen. Wat is er? Sst. Ik meen het. Ik bel de politie en dan geef ik jullie aan wegens illegaal kunstbezit. En dan zit je 3 jaar vast. Allebei. Lieve, luister, ik doe mijn best, maar het lukt gewoon niet. Kraak hem dan, doe iets. Maakt me niet uit, maar ik wil het geld. Wacht. Babette en Tycho hebben zich aardig wat problemen op de hals gehaald door Lize in de val te lokken. Maar zij geeft zich niet zomaar gewonnen. Onderweg naar morgen, iedere werkdag, bij Veronica. En tot 8:55 kun je kijken naar onder andere Melrose Place. De spanning tussen Ryan en Meghan loopt hoog op. En dat komt Lexi goed uit. Als Ryan overweegt terug te gaan naar New York, komt Lexi in actie. Daarna Nikita. Nikita belandt samen met Mark en Angela in het web van Black March. Deze terroristische organisatie wil weten waar Section 1 zich bevindt. En ze hebben een harde manier van ondervragen. En je kunt nu kijken naar Beverly Hills 90210. David wordt 24. Zijn vrienden zijn bij elkaar gekomen om zijn verjaardag te vieren. En Gina heeft andere plannen, maar ondanks dat wordt het een feest. Met zelfs een optreden van Christina Aguilera.